massief is van de bodem. Is het weer gezakt? Ja, dat is kommer. Meneer, rekent u dat? Sorry, rekent u dat altijd een boom? 29,7 graden. Dat is zo hoog. Wacht, laat me van het water checken weer. Er is een vis. Of is het nog steeds gewoon? Wat is het? Er is een dier in dit ding. Er zijn verschillende... Heb je water? Water is 29,7. Ik had het uitgelegd. Je hebt... je hebt savanne. Savanne gras en savanne struiken. Kunnen we... De grondalen. Ik denk als je dit misschien een beetje loslaat. Dat het misschien pas... Wie helpt daar? Nee. Bij die punten. Is ze daar in het midden gegaan? Volgens mij is ze daar nog een soort van. Daar weer grijs. 16. Ik kom 15 tot 20 meter. Awara Maripa en Mope. Ik zal het hebben over de savannebos. Oké. Een savannebos is een kleine sub-ecosysteem. Het bestaat uit verschillende diverse planten en dieren. Dat hebben we allemaal meegemaakt, ook de andere groepen daar. De verschillende planten. Dit is de eerste keer dat we naar excursie gaan, vooral. En het was echt leuk. Ja, vooral in deze corona is het nog geweldig. True, het is echt een ontspanning. Ik vond het leerrijk. Ik heb nieuwe dingen geleerd. Dingen waarop ik eigenlijk niet zou letten bij bepaalde planten. Als ik naar savannegebieden kwam, lette ik niet echt van wat is er, wat zijn die planten, wat zijn die functies en zo. Dus nu ga ik daarop wel echt letten. Ik vond het verder heel leuk met de groep. We hebben elkaar eigenlijk beter leren kennen door dit alles. Samenwerken, ik vond het heel leuk. Die zei ze. Het is zo'n vlieseetende plant. En verder als we kijken, kunnen de larven gegeten worden door de spinnen. Door de spinnen. Spinnen worden gegeten door de vogels. Jullie kennen de voedselweb, ja? En kunnen we verder... We zullen bij deze presentatie even het kort aangeven wat wij allemaal hebben mogen waarnemen, hebben gedaan op deze dag. Als eerst zijn we natuurlijk weer aangekomen. De eerste stap was een rondleiding. Bij deze rondleiding zijn we geweest naar het open savannegebied. Hier was kenmerkend dat je niet... Ja. En action! Is daar.